Vandaag zie je de nieuwe Crealies producten van maart. Vanaf 7 februari zijn deze te koop. Deze maand brengt Crealies twee nieuwe extra stansen uit: extra nummer 25 en extra nummer 26. Extra nummer 25 is de mok om mee te nemen. Dit is de kleine variant van cards nummer 5. Extra nummer 26 is de chocolade hier passen bijvoorbeeld 8 mercietjes in. Deze maand is er ook een serie van een nieuwe bloemenstans. Uno nummer 55, set of 3 nummer 55 en duodijs nummer 55. En drie set stansen met bladeren set of 3 nummer 56 met bijpassende duodijs nummer 56 en duodijs nummer 54. Hier zie je de UNO-nummer 55 en SET of 3-nummer 55 gecombineerd. De SET of 3-nummer 55 en de bijpassende Duoduis-nummer 55, die samen weer een bloem vormen. De SET of 3-nummer 56 is mooi te combineren met de Duoduis-nummer 56. Beide lagen op elkaar geven een mooi bladstructuur. De duoduis nummer 54 zijn twee fijne takjes die goed te combineren zijn met alle bloemenstansen van Crealis. De tekstans nummer 110 bevat alle seizoenen: Winter, Lente, Zomer en Herfst. Wanneer je deze combineert met tekstans nummer 6, heb je voor elk seizoen een mooie groet op je kaart. Deze maand komen er elf Nederlandse tekststempels uit: drie voor een verjaardag, drie om iemand beterschap te wensen, één voor een geboorte en vier voor diverse gelegenheden. Er zijn drie Duitse handletteringstempels zowel solid als met een outline. Op het moment van filmen waren de outline stempels nog niet geleverd, vandaar dat we alleen een afdruk van deze stempel kunnen laten zien. En er zijn nog meer stempels deze maand. 17 nieuwe bits and pieces met hierop afbeeldingen die je misschien wel herkent van de set of drie stanzen en duodijs. In 2001 schreef Annelies het boekje Kaleidoscoop plakken. Het nieuwe concept Around and Around beduurt hierop voort. Op de website van CreaLies kun je bij Downloads 2 de beschrijving van Around and Around downloaden. Met de download CreaNesLies XXL en de bijpassende stans maak je een template. Een outside frame en een inside frame waar een pizzapunt uitgesneden is. De template plak je met non-permanente tape vast in een stempelhulp. Daarna stans je nog een keer dezelfde binnenvorm uit de gewenste kleur kaartenkarton. Bepaal de juiste plek van de stempel door deze te verschuiven in de pizzapunt. Ink de stempel en druk af. Verplaats de middenvorm steeds 1 of 2 pizzapunten verder. Vervang het stempeltje door een volgende stempel en herhaal het proces. Maandag 11 februari verschijnt er een uitgebreide techniekvideo van Around and Around.